Nee. Oh my god. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Volgens mij sta ik in mijn eigen schaduw. Leuk dat jullie weer kijken naar Vlogmas. Vlogmas was een beetje... Is mijn neus gewoon heel bruin? Of is het schaduw? Nee. Vlogmas was een beetje ongeorganiseerd. Het was een beetje een lastige maand. We hadden onze pyjama lancering. Ik ben 2 weken echt super ziek geweest. En ik had gewoon te veel werk aangenomen. En daarbij had ik ook nog eens besloten vlogmas te doen. Dus het ging niet helemaal volgens het plan. Maar goed, nu zijn we weer gezellig bij de halve week vlogs. En het is vandaag donderdag, de 28e. Sander is morgen jarig. De 29e. Iedereen in onze familie is jarig. En familie, vrienden, alles. Iedereen is jarig de laatste week van december. San is ook jarig. 31e. Dus 1 grote verjaardagen marathon. Maar vandaag gaan we naar Athé Tuschinski. Gaan gezellig lunchen. Olly is bij de oppas en Bibi komt. Dus we gaan met Bibi en Sander de stad in. En dan aan het eind van de middag gaan we naar Leiden, naar mijn moeder. Dus dat is de dag. En er zijn een aantal items van Naked waar ik super veel vragen over heb gekregen. Dus ik ga zo... Oh, dat is Sander. Ik ga zo even open doen. Ik ga zo denk ik even alle items laten zien van Naked. Unboxen. Of misschien heb ik dat al weer. In ieder geval, kijk gezellig mee. Oké, guys. Ik ga even snel mijn nieuwe Naked spullen laten zien. En dat doe ik in de spiegel. Dat denk ik handig. Ja. Oké. Als eerste koop ik altijd echt super veel knits bij Naked. En ik vind het leuk dat ze allemaal van die wijde mouwen dingen hebben. Alle linkjes ga ik hieronder posten trouwens. En deze is kort, daar hou ik over, want ik heb heel veel high-waisted broeken. En over broeken gesproken, ik kan nooit broeken vinden. Tot ik deze broek gevonden had. Ik heb hem in maat 38, hij valt echt super klein. Dit is hoe hij eruit ziet. Ik zal hem hieronder linken, ik hoop dat hij er nog is. Dit is echt de allerbeste broek die ik ooit gehad heb. Als hij nog een andere kleuren is, ga ik die ook zeker bestellen. Ja. Ik heb deze broek vanaf dat ik hem heb, elke dag aangehad. Oké, de volgende trui die ik heb is deze zwarte. Kijk, ik kan het goed zien zo. Misschien naar daglicht. Super zachte, gebreide-achtige trui. En die heb ik ook in 2 kleuren gekocht. Hij is zo lang. En ik heb echt alles in een medium of een 38. Ik heb niks in 36, mochten jullie dat afvragen. Dus dit is zo'n trui die je zo doet. En ik heb hem in 2 kleuren. Because I love it. Dat is ook leuk met een rokje of zo. Oké, dit is denk ik een van mijn favorieten die ik besteld heb. Deze trui. Oef. En die heeft weer een wijde mouw. En ik vind het ook leuk dat die is omgeslagen. Moet hem alleen even zitten in de kreukels. Goed. Ja, deze broek is van mezelf. Maar deze trui is echt super leuk. Ik denk dat jullie deze ook leuk vinden. Hij is echt mega zacht en niet kriebel. Dat vragen altijd mensen. Oké, ik heb weer een sweater aan. I know. Sweater addict. Elke keer als ik dit soort dingen doe, doe ik... En mensen haten dat. Ik moet daar echt op letten. Anyways, hij is zo lang. Qua lengte. En de mouwen zijn super wijd weer. En hij is beige. En beige is mijn lievelingskleur. Nu gaat iedereen zeggen, beige is geen kleur. Beige is wel een kleur. Deze kleur. Kijk. Dit is echt cool. Horen jullie Olivia beneden gillen? Oké, ik heb nu even geen gebreide trui aan. Maar dit shirt van Calvin Klein, hij is een beetje beige-grozig. En ik vind hem heel leuk. Ik vind Calvin Klein sowieso wel leuk. En ik vind die streepjes erop wel leuk. Misschien dat ik in januari, ik ga sowieso in februari ergens warm heen. Dus ik dacht, dit is wel leuk. Maar je kan hem natuurlijk ook gewoon met een groot vest aantrekken. Maar ik vond deze echt super leuk. Ik denk dat Bibi deze voor mij gaat jatten, heel snel. Maar ik vind hem heel cute. En dit is de trui die ik ook in het zwart had in het beetje lichtblauwachtig is die. Ja, ik kan er niets voor zeggen. Behalve dat ik deze kleur wel leuk vind. Echt super leuk. Hij is wel ietsjes lichter in het echt trouwens dan zoals je hem nu op de camera ziet. En gewoon een gezellige trui. Deze had ik gisteren aan trouwens. Dat heb ik niet gevlogd. Ik heb op mijn Instagram foto aan. Dit is de volgende jurk. Die vind ik ook echt super cool. Hij is achter helemaal lang, zoals jullie zien. En voor half kort, half lang. En ja, hij is rood. Hij is minder fel trouwens
dan zoals hij nu op de vlogcamera lijkt. Maar ik vind hem wel heel cool, want ik heb niet echt zoiets nog. Dus met zwarte enkellaarsjes of zo. I like it. Oké, ik wilde dus echt al super lang een paillettenbroek. Een zwarte paillettenbroek. En deze is flared. Dat vind ik ook fijn. Want ik hou niet zo van strakke dingen. Ik heb deze trouwens wat echt super klein. Ik heb normaal 4,36. Dit is 38 en is het redelijk strak. Mochten jullie hem willen bestellen. Maar ja, ik ben hier echt heel erg blij mee. Hij is dus echt, zeg maar, echt paillet. Helemaal. Zo ziet hij eruit. En ik wilde echt super graag een zwarte strakke jurk met één band. En die had ik hier gevonden. Dus die vind ik wel leuk om aan te doen met oversized vesten en dat soort dingen. Dit zo. Ontzettende positiviteit weer, Noor. Oh, shit. Wat is dat? Nee, dat is ik die denk dat die in een automaat rijdt. Oh. Rij je in een schakel? Ja. Waarom ben ik niet scherp? Ik heb een buis hier. En geen concealer. Mijn concealer. Is trouwens die vlog al online dat die chocoladebom oploft? Als deze vlog online komt wel. Okay. Die gaat zondag. Zeg dat goed? Zondag gaat die online. Okay. Maar we willen dus van 2 tot 7 januari weg. Iets leuks doen. Nee, we weten gewoon echt niet wat. Alle ski dingen, dat is gewoon echt zo last minute dat alles is volgeboekt. Echt letterlijk overal waar ik kijk bij ski dingen. Ik had net een paar hotels, alles is vol. Ja. Dus dat wordt het denk ik niet. Dus we moeten eventjes iets anders bedenken. Goedemorgen. Vandaag is een hele leuke dag. Want Sander is jarig. En we hebben al ontbeten. Oh, het sneeuwt. We hebben al ontbeten. Sinds Bibi en ik hadden een ontbijtje gemaakt. Ze zijn echt super vroeg opgestaan en laat gaan slapen. En ze hebben lekker pannenkoekjes gegeten en brood en van alles. Heel veel brood. En nu ga ik me aankleden. Ik ga 2 vlechten in mijn haar maken. Ik heb besloten vandaag. Want ik wil mijn haar niet wassen en iedereen herinnert mij er echt elke dag aan dat mijn haar vreselijk zit. Met die zwarte uitgroei. Dus ja. Ik ga het maar vlechten. En we besloten om volgende week weer eens op reis te gaan. Dus we gaan 2 januari naar volgende week. Zo over 3 dagen of zo. Sander gaat morgen naar New York. En die komt 's ochtends de 2e terug. En dan gaan we naar Parijs. 2 dagen. En dan naar Zwitserland. Good old Zwitserland weer. Hoe lang gaan we daarheen? 3 dagen. Ja, 3 dagen naar Zwitserland, 2 dagen naar Parijs. We gaan een klein weekje weg. Bibi's laatste gedeelte van haar vakantie. Dus ja, dan neem ik jullie natuurlijk weer mee. En gisteren heeft Mo bekendgemaakt dat ze zwanger is. En ik ben zo blij. Ik kan echt niet wachten. Olivia wordt dan een soort van grote zus van Mo haar baby. Mo en Lars baby. Dus super leuk. En hoef ik er ook niet geheimzinnig meer over te doen. Want we wilden het natuurlijk super geheim houden. Maar echt heel leuk. Zij gaat echt een. Mo is echt helemaal gek van kinderen. En ook elk kind is echt obsessed met Mo. Ik weet niet. Sommige mensen hebben dat. Dat is gewoon. Dat ze een natuurlijke band met kinderen hebben. Zij heeft dat dus. Ze gaat echt een hele goede moeder worden. Dus dat wordt super leuk. Kan echt niet wachten. En voor de rest ga ik denk maar even mijn haar vlechten. Zal ik het laten zien? Ik heb het echt wel 3 keer in mijn leven gedaan. Ja, ik ga het laten zien. Oké, ik ga mijn haar vlechten en dat ga ik doen met de Care & Hold lijn van Nivea.
Het is een fixatie- en verzorgingslijn. Dus een deel zorgt ervoor dat het allemaal goed blijft zitten. En het verzorgt het ook. En ik heb deze al een aantal keer gebruikt. De styling gel. En die ruikt echt ook zo lekker naar een Nivea product. Dus dat is super nice. En die ga ik nu gebruiken voor mijn plichten. Oké, ik heb mijn haar nog niet geborsteld vandaag. Dus het is best wel vet. En het ziet er ook nog niet echt normaal uit. Dus ik ga het eerst met grof geweld borstelen. Even kijken. Ja. Ik ben benieuwd of ik kan invlechten met die lokken die ik hiervoor heb trouwens. Even kijken, hoe ging het ook alweer? Middenscheiding. Ik wil twee vlechten hebben. Dus één aan deze kant. En dan één aan deze. Ik heb mijn haar echt al zo lang niet gedaan. Maar goed. Ik ga de styling spray gebruiken en de styling gel. Zodat mijn haar ook iets meer een soort van grip heeft. Voor die vlechten. Want het is een beetje vet dat het niet uit mijn handen glijdt de hele tijd. En dat, zeg maar, omdat ik al die loszittende plukjes heb, moet ik wel iets gebruiken. Dus daarom gebruik ik ook die styling gel. Want die plukjes, die floepen er zeg maar allemaal uit. Omdat ze mijn haar in heel veel lagen zit, zeg maar. So let's do it! Oké, hij is echt heel slordig, maar goed. Het gaat om het idee. Hoe vaker ik het doe, hoe beter ik erin word. I hope. Ik vind vlechtjes zo leuk. Alleen, als je het bij Bibi lukt het wel, maar om bij jezelf te doen, ik weet niet, ik moet er nog even mee oefenen. Maar goed, dat doe ik nu. Maar het is in ieder geval chill, dus dat die plukjes er niet uitgaan. Ik moet nog even snel de andere kant doen. En dan ben ik klaar. Oké, en ik heb allebei de kanten gedaan. Het is niet zo netjes als ik gehoopt had, maar het is een vlecht. Dus ja. Hey. We have arrived. Ik ben zo gelukkig. Oké, even voor de duidelijkheid. We gaan naar Star Wars. Ja, voor mijn verjaardag. We zijn nu bij Pathé. En ik heb net Febo gegeten. Net Febo gegeten. En in 1983, sorry, was Return of the Jedi. Dit ga je niet vertellen. Jawel. Nee. Ja, maar ik bedoel... Ik ben nog nooit naar Star Wars geweest. Met Sander wel. En Bibi ook niet. En Bibi is met een vriendinnetje. En opa, mijn broer, zijn vriendin, zijn er ook. En we hebben echt mega veel snoep. Ik ga echt dood aan al deze snoep. Maar goed, let's do this. Ik ben dus op het internet aan het struinen. En ik heb in Londen dit jaar een Swarovski-campagne geschoten. Maar ik heb daar dus nooit de foto's van gezien. En nu zie ik dit. Eens kijken of er meer foto's bij Swarovski staan. Ik moet echt meer online gaan. Misschien kom ik dan meer dingen te weten. Oh my god. Dit ben ik weer. Waarom zie ik nooit iets? Ik ga op hun Instagram kijken. Wat als ik deze foto's echt verschrikkelijk ga vinden? Ik ben wel echt een vrouw hier. Soms zie ik er echt uit als een klein kind. Hallo. Ik ga dit naar zonder sturen. Oké, ik ga even verder foto's zoeken. Olivia is wakker en we kijken samen Peppa Pig. Daddy. Be careful, Daddy Pig. Don't worry, I've almost got it. Olivia, haar mat is zo lang aan het worden, kijk nou. Olivia heeft mijn oude muts op van toen ik klein was. Hij is wel een beetje te klein, maar misschien is hij wel leuk om in Parijs aan te doen. Olivia, kijk eens naar mama. Olivia. Olivia. Pizza! 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 We hebben dit helemaal opgeruimd trouwens. Hier lag zoveel troep. Dat hebben we allemaal weggehaald. En op onze tafel lag ook heel veel troep.
Dat hebben we ook allemaal weggehaald. Wie is er trouwens nog meer verslaafd aan spaarmunt? Ik drink hier zoveel van. Dus ja. Hey guys, het is de volgende dag. Het is 31 januari. En het is vandaag oud en nieuw. En ik ben net bij Bibi geweest en Bibi haar moeder. Om Bibi een fijne jaarwisseling te wensen met Olivia. En nu ga ik gezellig bij Kay en Diego eten. Met Olly ben ik. En Olly is nogal geobsedeerd door de poes van... Nee. Oh my god. Kay heeft allemaal opgezette dieren in huis. Zo, kijk. En Olly wil dat pakken. Dat is ook mooi, hè? Olly praat altijd zoveel tegen jullie. Tegen haar oppas, ook tegen sommige mensen praat ze echt heel veel. Bij jullie praat ze altijd heel veel. Maar echt fantasietaal ook. Boef, kom eens hier. Boefie is een beetje bang voor de En we gaan wraps eten. Kay heeft in de keuken gestaan. Dus we gaan dit lekker eten. Ja. Ziet er echt mooi uit, hè? Ziet er echt heel mooi uit. Nu moet het alleen nog lekker zijn. Ik heb er wel echt zin in. Gaan we aan tafel op? Gaan we eten op? Het is gelukt, hij is open. Heb je het zelf gedaan? Ja. Ik ben weer thuis. Kieken! Ja, we gaan zo kieken kijken. Het is 10:30 en Olly is tot nu toe volgehouden. Dus dat is goed. En ik ga haar nu naar bed brengen. En dan ga ik zelf ook lekker slapen, gewoon voor 12 uur. En dit is de laatste dag van 2017. Dat is wel heel gek. Maar een mooi moment om de vlog af te sluiten, denk ik. Dus heel erg bedankt voor iedereen die heel 2017 met ons heeft meegekeken. En ja, altijd alles volgt op Instagram en YouTube en nou ja, overal. Super bedankt en ik hoop dat 2018 een heel mooi jaar wordt. En voor jullie allemaal een gezond en gelukkig 2018. En ik zie jullie volgend jaar. Wie zwaaien? Zwaaien? Nee? Zwaaien?